Clint Eastwood, doe je. Jimmy. Van buiten, hè, papa. Hele Melvins en Lars. Van de... Oh ja, ze moeten daar een naam nog op zetten. Nee, maar ja, dat kind gisteravond ook maar niet af, hè. Slapen. En joh, ze lag al in bed en ik wist niet meer wat dat er moest doen. Dus ik heb per ongeluk mijn handtekening gezet. Uw naam heb je gezien? Want ik begin met die eerste pakje. Nee, zet die naam er nog op eerst. Kom, ik zal je hand vasthouden. Oei, ja, Lars heeft dus een op zijn kop gezet. Stom een kaart. Maar eerst een cadeautje. Je moet zeggen, iedereen zit hier al een halve ochtend te wachten. Ja. Papa, kijk. Oh, mijn. De familie is nou er. Dat is echt iets voor u, hè. Zie je dat? Catch the waves. Mooi, hè, papa? Dan ben je toch gelukkig mee, hè? Ja, ik zei nog, Roos is niet zo zijn ding, maar ze wou per se in zijn t-shirt. Mooi. De bergen, papa? Misschien is dat wel wat we naartoe gaan. Of je t-shirt of een... Kijk, is een mooi. Mooi, hè, papa? Ja. Je krijgt dat t-shirt. Zeker. En die scoren we wel in. Wat is dat? Een fles water? Nee. Het is veel lekkerder. Een chocomelk? Ik moet weten, ik heb mij van de week een beetje kwaad gemaakt op Peter, want hij had twee flessen, maar niet meer. Twee flessen gin heb op. Ja. Zij, wel gedronken had ze. Nog jij? Wat is dat? Heel mooi. Gin. Gisteren van de winkel, wat heb ik gekocht? Dit. Ena, dat is hetzelfde. Dat niemand heeft van die drank. Ik heb dat niet gekocht. Nee, ik heb dat gekocht. Ja, maar ik zeg gewoon dat dat hetzelfde is. En nu nog een cadeau. Nog een cadeautje voor de zomer, hè, papa? Dat is
voor de zomer te vieren, hè. En eigenlijk hebben we dat dubbel. Dat hebben wij zo nog niet, weet je wel. Ah, dat is cool. Een beetje comfortabeler kunnen liggen als we, dat, als we dan buiten bij de rivier of zo. Maar niet zoveel busje. Nee, dat heeft niks. Ja. Allee. Dat is niet zo erg. Dan kunnen we toch een papa? Een boot op. En jij mag er ook op liggen, Elena. Nee. Nu? Nee? Mag jij dat niet? Rustig maar, Elena. Dan wil jij graag eten, meisje. Rustig, want we worden hier allemaal gefilmd. Het is jouw verjaardag vandaag, hè? Ja, we hebben leuke... Papa, dus papa moet een beetje... Allee, je moet een beetje voor papa zorgen, hè? Ja, want papa heeft hier leuke dingen gekocht, hè? Dat hij normaal nooit koopt, hè? Papa heeft dan stellige dag gewonnen, hè? Jongens, toch? Een stellige dag, hè? Mm-hmm. Het is een verjaardag niet, maar... Hè? Ja. Ja, het is wie heeft dan... Elena? Wacht, papa heeft dan Lars gedacht natuurlijk. De beste is. Ja? Ja. Oh. Ja, naar Lars gedacht, zeg. Kijk eens hier, jong. Ja. Dat kan nu nog niet. Ja, ook kan dat iemand anders gedacht ook, zeker? En dan zichzelf ook, hè. Ik dat dan niet. Nee. Hey, dat is niet voor nu, hè? Dat is een taartje, hè? Dat is een taartje voor. Eén bolletje. Maar ik heb niks! Maar jawel, we zijn naar Ise. Nee, Koek ligt er niet bij! Jawel, je moet zo boos niet doen. Ja, Koek ligt er wel bij, Ise. Wil je er twee vandaag, omdat mijn verjaardag is, hè? Ah, kom. Ah. Allee, papientje toch, zeg. Ah. Oh boy, maar dan heb je de straks wel minder. Je mag wel op je. Het is veel te duur, meis, hè. Het is verschrikkelijk duur. Weet je wat dat kost? Maar ja, dat is... 6 euro! Een euro voor een stukje, jongen, hier. Maar ja, dat is handwerk, hè, papa. Peter, ze biedt het niet allemaal op. Handwerk. Ja, dat is handwerk. Ze noemen dat... Die mensen moeten... De echte warme bakkers, hè. Die mogen de mensen hun centen ook verdienen. Ze noemen dat mega marges. Liever dat dan de multinationals. Nee, mogen die dat hebben. Maar de multinationals, dat is iets anders. Peter is hier elke stand al wat meer dan doen. Wat? Kaas op de koks. Oké, en dat is een boterkoekje kunnen wonden. Ik heb genoeg. Een mooi pizza. Een mooi pizza stukje. Het is erover. Dan gaat Moeke direct vertrekken naar de slager. Barbecue te doen? Het geweer, ja, dat gaan we nu niet vinden, denk ik hoor. Dat is een beetje laat van mij, denk ik. En ons gazon ligt er prachtig binnen. Ja, ongelooflijk, hè. Echt. De mensen te ontvangen. Het is mei. Mei vrij, of wat is het hier? Je moet je gras niet afdoen in mei. Dat is een actie nu. Voor de biodiversiteit, papa. Smok met volle camellia. Lekker niet? Nou, Moeke zal dat beter nu niet eten, hè, want dat is voor vanmiddag. Ik zal nog een keer een expressootje maken. Hè. Wacht, Moeke zal eentje maken voor u. Kom eens. Hmm.
wat Peter vandaag, wat papa vandaag wil eten, Melina. Barbecue. Waarom geen barbecue? Maar je zei vandaag spaghetti, zei je gisteren. Ik wil een spaghetti op een verjaardag. Oei. Daar had je niet wel niet aan gedacht. Je moet het nu wel beginnen weten wat dat je wil eten. Hier mijn lief kontje. En een hertel. Oh, is het bruin? Zo te zien als de film is de liefde nog steeds zeer groot. Een vol brood, kijk. Oh, ja, dat is waar. Dat is nou niemand. Lars, heb jij genoeg met jouw koek? Ja. Lars, heb jij genoeg met jouw koek? Ja, 16. Ja, 16. Zit die op de wc? Heb jij genoeg met jouw koek? Ja. Heb jij genoeg met jouw koek? Zit die met chocolade het beste dan? De laatste maar. Dat is allemaal leuk. Ik weet niet, had ik een koekje voor een koekje gevoerd? Voor sterk met die? Ja, sterk die. Of de die? Of de die? Of de die? Ze gaat niet te kijken. Nee. En kijk, voor daar zat me nog iets, jong. Nee, ik denk niet. Maar jongens toch, en die niet aan die op. Nou ja, we hebben vanavond ook, we hebben morgen nog. Papa! Papa, jij bent zo groot. Papa, jij bent zo groot. Je zegt er allemaal proper, hè? Nee! Ik ben een proper man. Ja. Ligt bij de rand van de stoep. Mooi jongens, wat een... We gaan hier altijd de camera zetten, jong. Ik denk de mensen met mijn moesten nou dat knap corona heeft. Moet je dat niet doen? Nog een beetje niet dat dan. Er zijn ook wafels, hè, mannetjes. Vergeet de wafels niet, hè. Maar hoeveel heb je er nog over dan? Nee. Je eet eerst zo eentje nog, hè? Want als je eerst alle die met chocolade op eet, dan zijn die weg. Ja. Dan spaar je nog een lekkere voorraad. Ga je dat stoppen? Wat ga je doen? Pipi! Flink hoor, meid. Super flink van jou. Ja, niet te lang, hè. Een flinke beker. Maar mijn kaka is veel te hard tot dit. Oei. Ja. Dan moet je wel altijd komen. Dat is te hard is. Maar ik ga net proberen kaka te doen. Probeer de keer, hè. Allee, help ze. Nee. Smakelijk, hè. Is
staat er mooi op, hè, papa. Heb je dat geprint of niet? Nee, nog niet. Nee, ik heb dat zelf gemaakt. Heb je dat zelf geprint of niet? Met plakkertjes en dan die plakkertjes bijgemaakt, bijgewerkt. Hoe is niet met zijn beelden? Ah, jij? Met onze Lars? Nee, ik vind het de eerste. Maar Lars heeft toch ook een bril? Lars? Ja, ja. Hij heeft een zeest daar op zijn hoofd. Of wat? Artistiek, hè? Dank je, papa. En die bloem is ook naar u aan het lonken, hè? Papa, het is druppelt. Het druppelt? Ja. Wat druppelt er? De douche, zegt ze. Vandaag is voor meewerken, dag. Ja, de rol wordt een keer omgedraaid. Oh. We hebben nog een brief. Mag ik me aan van tante Miriam? Yes, en onkel Mark. Onkel Mark en tante Miriam. Ze hebben altijd een kaartje. Ja, maar nee, zeg. Ja, maar nee, zeg. Tons. Wat is dat? Zwijntjes, zeg. Gefeliciteerd. Zwijntjes. Met je pensioen, of wat? Zwijntjes. Zo schattig. Kom, kom, Mark, jong. Kom, meneer. Ik ben niet lachen, hè. Schattig, hè. Hier, hè. Hij krijgt het van mij, zeg. Een varkenskaartje. Zet je gsm maar op dat er, als er nog bezoek komt, dat ik bedoel, nog... Nee, dat is van jou. Mooi, ja. Kijk, zo nog een keer de lief daarmee, hè. Yes.